Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer iets heel origineels maken. Net even wat anders, een herfsttoren of een herfstboompje is het eigenlijk. Dus heb je er zin in, doe alvast even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Ik zie dat 60% van mijn kijkers niet geabonneerd is, dus druk eventjes op die abonneerknop. Het kost helemaal niets, je zit heel nergens aan vast, maar je helpt mij wel groeien en zorgt ervoor dat ik dit soort video's gratis kan blijven maken. Dus dat zou ik super leuk vinden en heel erg waarderen. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Wees er snel bij, want op is op en de pakketten gaan op het moment heel hard. Dus wil je hem niet missen, ga dan gauw naar die site. En dan gaan we nu gauw beginnen. Gaan we aan de slag met een torentje of een boompje die we zelf gaan maken. Ik heb een mooie groene ondergrond. We gaan namelijk alles een beetje in neutrale kleur doen. Een beetje de groen-wit tint, zodat in elk interieur past. Dus dat is heel erg leuk. Ik heb hier onderin al een beetje plastic gedaan, een beetje folie. Dan lekt het water niet door en we verhogen hem iets, zodat hij niet helemaal onderin zakt. Dus zo hebben we echt al een hele mooie basis. Dus daarmee gaan we beginnen. Ik gebruik ook hele mooie herfstmateriaal, maar wel in neutrale kleuren. Dus geen heftige oranje tinten, maar mooie dadeltakjes. Er werd ook gevraagd, kan je daar meer mee opnemen? Nou, natuurlijk, we gaan ze nog veel meer verwerken. En mooie vruchtjes. Allereerst maken we een basis met eucalyptus. We steken hem wel heel compact op, dat is belangrijk. En wanneer je eucalyptus knipt met het blad, is het belangrijk dat je net boven het blad knipt. Zodat je geen rare steeltjes hebt aan de bovenkant. En dit steek je heel compact erin. Je verdeelt alles gelijkmatig over de toren. We gaan hem ook gelijkmatig opsteken. Maar je kan hem ook op groepen opsteken. Maar vandaag gaan we het gewoon verdeeld doen. Verdeeld. Het ziet er nu nog een beetje gek uit, maar straks wel eens heel mooi. Gaan we ook gipskruid gebruiken. We gebruiken daarvoor wit gipskruid en we steken dat compact weg. Ook heel fijntjes ertussen. Als je het makkelijker vindt, kun je dit ook op draad zetten. Maar omdat we het heel subtiel ertussen gaan doen, kan je ook gewoon de steeltjes los gebruiken. Maar zorg dus dat je hem er echt diep in wegsteekt. Dat je niet te ver buiten de oase werkt. En dit steken we ook weer, verdelen we een beetje rond de toren. In de winter, richting de kerst, is het ook heel leuk om met kerstgroen te doen. Ik zal hem dan nog eens een keer voor jullie opnemen. Mocht jullie dat leuk vinden, laat het vooral hieronder weten, want dan neem ik dat mee. Het is namelijk ook super leuk om zelf natuurlijk een eigen kerstboompje te maken. Maar vandaag maken we dus een herfstboompje. Je kan dit natuurlijk ook in echte herfstkleuren doen. Maar ik merkte dat er heel positief gereageerd werd op de neutrale kleuren. Dus dat is leuk. Maar je kan natuurlijk ook herfstkleurtjes toevoegen, mocht je dat leuk vinden. Maar ik vind het ook mooi om herfstmaterialen terug te laten komen in de neutrale kleuren. En dat doe je op deze manier. Het is toch een mooie herfstsfeer, maar het past in ieder interieur. Dan heb ik mooie eikenbladen. En deze hier zit iets van gouden tintje op, zodat hij iets anders van kleur wordt. Dat is wel echt heel mooi. En dan gaan we dat vastzetten met krammetjes. Ik vouw dit als het ware op, doe er een krammetje doorheen en prik het dan vast in de toren. En deze kleur, omdat het wat grijzer is van kleur, zal het straks heel mooi lijken. Ook creëer je echt een mooi, dat eikenblad past natuurlijk mooi bij de herfst. Maar het is net even anders dan als je gewoon natuurlijk eikenblad gebruikt. En toch qua kleur past die goed tussen de natuurlijke producten. Thank you.
krijgt dan heel mooi die vorm. De basis is natuurlijk echt wel heel goed. Waardoor je die vorm goed houdt. Dat je echt compact blijft steken. Dus dat is wel heel belangrijk. Let mooi op de verdeling. Dat je die mooi houdt. Dat je de materialen mooi verdeelt. En kijk wat dit nu al doet qua kleur. Echt super mooi. Dan stoppen we er ook wat mos tussen. En ook dit doen we heel fijntjes ertussen. Dus niet te grote plukjes. Kleine plukjes. Verdelen we er rondomheen. Dan heb ik wat mooie dadeltakken die ik al in stukjes heb geknipt. En ook deze zetten we even vast met een krammetje. En let hierbij op dat je hem naar beneden laat lopen, zodat je die vorm naar beneden echt versterkt. Nu zijn die dadeltakken op dit moment mooi groen, maar straks zullen ze mooi grijs worden. Maar dit past ook straks mooi in het geheel, dus het lijkt heel erg mooi zo samen. Ik heb wat grotere takjes, wat kleinere takjes, je kan ze gewoon mooi verdelen. Maar laat ze dus echt naar beneden lopen als een soort druiven trossen. De materialen die ik nu gebruik zullen ook mooi indrogen. Dus dat je af en toe een keer iets moet vervangen, maar het is in ieder geval heel erg sterk. En dat is natuurlijk erg leuk. Kijk wat dit doet, het is echt toch prachtig. Dan wil ik nog wat vruchtjes toevoegen. Dit doe ik als volgt. Ik doe er een draadje omheen, draai hem vast, zodat ik hem met het draadje erin kan steken. Zorg dat je dit goed stevig doet. En ik leg hem er mooi compact tegenaan. Dus ik doe hem er omheen. Draai hem goed vast. Zoals je ziet. En ik zet hem op die manier vast. Dan heb ik mooie Crasperia bolletjes. En ik ben gek op Crasperia bolletjes. Ik zal me de haast niet mislukken. Omdat ze en mooi sterk zijn en ik vind ze echt toch wel iets kunstig hebben. Deze stop ik er nu compact tussen, dus die verdeel ik ook weer in het stuk. Mocht je, nou niet het gele, mocht je het gele nou niet zo mooi vinden, dan kan je ook eventueel de Crasperia bolletjes verven. Mocht je dat leuk vinden, dat wil goed. Ik heb het ook op school gedaan met mijn eindexamen. Kijk hoe leuk deze basis dan al is. Dan gaan we even wat mooie roosjes aan toevoegen. Ik gebruik hiervoor een mooi fijn trosroosje in de witte kleur. Ik hoop dat deze ook mooi ermee indroogt, maar dat denk ik wel. En ook deze verdeel ik mooi in het stuk. En zo voeg je toch eventjes wat mooi luxe een bloemetje toe, maar wel heel compact. Want je moet hier echt niet met de grote bloemen in gaan werken. Dus is het wel mooi om eentje echt midden in het hoog te doen. Ik heb daar nu een Crasperia, maar misschien heb ik een roosje. Kijk, dat vind ik misschien wel mooi. Dan maak je die, versterk je die punt nog even extra. En als je de bloemen erin steekt, steken ze dan iets naar beneden. Dus dat je ze... Zo hou je mooi ruimte in het oase. Dat is toch echt wel prachtig. Dan ga ik er ook nog wat berengras aan toevoegen. Omdat je hem straks op die manier echt spannender maakt. Maar mocht je nu nog oase zichtbaar hebben, gaan we die even wegwerken. Ik gebruik een mooie grijze Tillandsia. Kleine plukjes, zodat je de materialen goed blijft zien die je in hebt gestoken. En dit niet zo overheersend wordt. En deze kleurencombinatie, omdat je allemaal een beetje in de grijs-wit tinten werkt, past dat weer mooi bij elkaar. En wordt een mooi geheel. Wat eucalyptus. Ik ga straks nog wat olijfblad toevoegen. Dat is ook heel erg mooi. Olijfblad is ook mooi grijs. Ik steek het wel weer naar beneden, of dat het takje naar beneden valt. Zodat je die vorm naar beneden ook houdt. Dus ga niet in één keer heel wijd steken, maar blijf naar beneden steken. Of in dit geval het steeltje omhoog, zodat het takje naar beneden valt. En dan gaan we nog even met berengras werken. We blijven naar beneden
werken. Dus we laten ook de berengras er rondomheen lopen. En dan kan je zien hoe sierlijk dit wordt en hoe spannend dan het boompje het helemaal afmaakt. Ik steek eventjes 3 steeltjes bovenin. En ik laat hem meelopen met het stuk. Zoals je ziet, zet hem even vast met een krammetje. En dat doe ik ook met nog een keer het uiteinde. Dus je mag in delen werken. En dan zet ik hem eventjes weer vast. En dit doe ik er een beetje rondomheen op verschillende plekjes. Wat in het midden, zodat je het eigenlijk een beetje kan verlengen als het ware. Dus wat je dan boven wegwerkt, kun je dan ook onderin doen. Zodat je die sierlijke lijnen blijft houden aan alle kanten. Zoals je ziet is die echt super mooi. Mocht je nou nog wat oasen zichtbaar hebben, werken we die natuurlijk weg. Ook kan je de sprietjes van het berengras wegknippen of eventueel nog extra vastzetten met een krammetje. En dan zorg je eigenlijk dat alles helemaal mooi weggewerkt is. Zorg wel dat alles mooi zichtbaar blijft, dus je compact blijft werken. Maar dat er geen oase meer zichtbaar is. En hoe gaaf is dan dit mooie aparte herfstboompje? Met de vruchten, de materialen zoals de dadeltakken maak je hem echt heel mooi in de herfstsfeer. Maar wel heel neutraal, dus het past in ieder interieur. Ook komen de kleuren heel mooi terug in de onderkant. Dus dat is ook heel erg mooi en zo maak je een heel mooi geheel. Ik vind hem echt prachtig, jongens, kijk van dichterbij. En ook spannend aan alle kanten, heel apart. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je onder kopje cursuspakketten. Wees er snel. Beide pakketten gaat op het moment heel erg hard. Dus wil je er zeker van zijn dat je er één kan bestellen. Wees er dan gewoon snel bij. Je kan, hem ook bestellen en dan op een later tijdstip aangeven als je dat wil. Dus ik hoop dat jullie dit weer een hele leuke video vonden. Ik ben er zelf heel enthousiast over en vind hem echt heel gaaf. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog en laat even een leuke reactie achter wat jij ervan vindt. En als je iets anders wil leren, mag je het ook natuurlijk laten weten. Wil jullie bedanken voor het kijken en je ziet mij de volgende keer weer. Doei!